Anouk van der Weijden weet dus dat haar seizoen nog lang niet voorbij is. Dat zorgt voor een stralende lach op het gezicht. En het lachen lijkt hier Marije Joling vergaan. Om aan de tijd, oelala, om aan de tijd van der Weijden te komen, zou ze allemaal rondjes moeten schaatsen van 34 seconden blank. Daar is ze echter niet in geslaagd. Joling belandde rond de 3 kilometer in de 35ers en sluit hier af met een moeizame ronde. Het is eufemistisch gesteld. Die gaat in meer dan 36 seconden. Weg zijn haar illusies. 7:16:50. En dan de volgende illusies die kunnen worden begraven. Die van Diane Valkenburg. Allemaal rondjes. 34 zijn er nodig om aan de tijd van der Weijden te komen alleen al. Kijk eens wat hier gebeurt. Ori kan schreeuwen wat hij wil. Valkenburg verbruikte voor de voorlaatste ronde 36 seconden. Ze begon nog voortvarend met een rondje van 32-4. Maar is al blij dat ze kan blijven staan. Linda de Vries is momenteel sterk in vorm op de 5 kilometer. Maar de KNSB is de gevangene van zijn eigen spelregels. En Valkenburg in 7:14:96 plaatst zich op papier voor de weken afstanden. 5 kilometer met een slotronde van 38,5 seconden. Ook Jorien Voorhuis behoort tot de gelukkigen. Zij reed in de B-groep naar de tweede plaats en weet zich verzekerd van een startbewijs voor het WK afstanden. Misschien dat er over gepraat gaat worden. Wüst is de beste Nederlands eigenlijk op deze afstand, maar heeft geen trek in de 5 kilometer. De Vries zou wel willen, maar heeft zich op basis van de voor het seizoen gestelde regels dus niet geplaatst. Wel Van der Weijden, Voorhuis en Valkenburg. We kijken nu naar Stefanie Beckert. Zij wist in de jaren dat ze blessurevrij was wel eens te winnen van Martina Sablikova. Een tijdje lang heeft ze gemikt. Heeft ze kunnen mikken op het baanrecord. 5 kilometer. En dat is van Sablikova. En dat is een tijd onder de 6:50. Dat gaat Beckert niet halen. Lang uitgeschakeld geweest dit seizoen. 6 weken rust moest ze inlassen wegens rugproblemen, maar sterk teruggekomen. Een paar goede 3 kilometer schreeuw al. En hier reikt ze een dijk van de 5 kilometer. Kijk, ze heeft nog over. 1 vrouw slaagde er pas in. Groot enthousiasme bij de kenners. 1 vrouw slaagde er pas in dit seizoen onder de 7 minuten te blijven. Dat was natuurlijk Martina Sablikova. 2 keer deed ze dat. En hier gaat Beckert naar de snelste tijd van het seizoen. En die bedraagt 6:53:36 onder heel zware omstandigheden in Tialf. Is dit een buitengewone prestatie van Stefanie Beckert die haar kandidatuur stelt om over 3 weken toch een keer Sablikova van de troon te stoten. Maar ja, we hebben Sablikova zelf nog niet gezien. Die rijdt hier de afsluitende 5000 meter in het gezelschap van Claudia Pechstein. Pechstein rijdt elke ronde net iets langzamer dan Sablikova. En moet dus echt gas geven om bij de Tsjechische te blijven. Die hier met de brede slag rijdt. Niet te veel zinloze energie verspilt. En Pechstein moet wel energie verspillen om bij te blijven. In het eerste deel van de race lukt dat nog aardig. Net onder de tijd van Beckert blijft Sablikova. En dan komt er een kruising aan. Zal dat goed gaan? Ja, dat gaat wel goed. Maar Sablikova kruist hier over Pechstein heen. En dat werd demotiverend. Voor de 40-plussen. Want dat is Claudia Pechstein inmiddels. 22 februari. Vierde zijn 40ste verjaardag. En Novak, de coach, weet hoe laat het dan is. Pechstein is gevloerd. Sablikova moet het afmaken en die moet een keurig schema rijden. Om onder die tijd van Beckert te duiken. Gaat haar dat lukken? 33-1 hier de ronde van Beckert. 33-0 die van Sablikova. En dan heeft ze een voorsprong bij het ingaan van de laatste ronde van 16e van een seconde. Ik denk dat Sablikova het vervelend vindt dat ze zich meer moet inspannen dan ze zich had voorgenomen om deze 5000 meter te winnen. Maar ze heeft nu helemaal zo'n hekel aan verliezen dat ze dat maar voor lief neemt. Alle 3 kilometers en ook die ene 5 kilometer voor de World Cup dit seizoen won Sablikova al. En ook deze wint ze. Beckert wordt keurig tweede, maar de beste is zoals zo vaak Martina Sablikova. Het is haar 25e World Cup zege. Beckert zal deze tweede plaats beschouwen als een morele overwinning.
En in de categorie 40+ hier, bravo, de finish van Pechstein, die derde wordt. Wel op 12 seconden wordt gereden, dat is een seconde per ronde door Martina Sablikova, de beste. Beckert duikt ook onder de 7 minuten en kan het over 3 weken best nog spannend gaan maken. En dit podium, dat zou over 3 weken best hetzelfde kunnen zijn.